Yo kijkers, van Ben Gewoon Mike en vandaag met de eerste aflevering voor Minigame Week. Ik moet je even mededelen dat ik niet heel veel tijd heb en dat ik deze eigen video eigenlijk helemaal niet wil maken, dat ik gewoon naar mijn huiswerk moet. Maar ik heb beloofd, dus we gaan het ook gewoon aan onze belofte houden. Ik ben pas 6:30 thuis gekomen, in 6:30 ben ik pas thuis gekomen. Dus ja, ik heb niet zoveel tijd gehad en het is nu letterlijk het is 8:15. Dus ik ga zo meteen weer verder aan mijn huiswerk. Ik ga eerst even lekker een opname maken. In ieder geval, we spelen de eerste minigame en dat is Hunger Games op de Hypixel server. Waar een paar van jullie vroegen of ik Hunger Games sowieso wel doen en een paar vroegen van jullie wil je Hypixel server doen. Dus ja, dan komt er op een gegeven moment wel uit Hypixel. Ik moet je toegeven dat ik niet bekend ben met Hypixel zelf. Dus ik weet niet alles, ik ken hier niet alles, ik ken hier gewoon geen items en zo. Ik heb wel gezien dat ik hier wel eens vaker op gespeeld had, omdat ik wel eens TNT run heb gespeeld hierop. Want ik zag bepaalde scores staan van oké, ik heb hier dus wel eens op gespeeld. Maar dan kan me wel herinneren dat ik er ooit een keer heb op gespeeld. Ik ga even kijken trouwens, by the way, of hij opneemt. Jullie zien nu een zwart scherm, dat hoort. Dat is normaal en hij neemt op. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat is hartstikke chill. Nu, als het goed is, het scherm weer terug. En dan kunnen we in ieder geval het potje spelen. We gaan in ieder geval. De bedoeling van de minigame week is letterlijk games testen. Minigames testen. En vervolgens de leukste minigames op mijn kanaal uploaden. Dat is tenminste de bedoeling. Want Skywars is nu echt degene gewoon echt dat echt de troon heeft. Maar er moet misschien nog eentje. Die misschien ook leuk is. Nou, inderdaad, dit is minigames. Ik zat eerst te twijfelen of dit wel Survival Games was. Maar dit is letterlijk Survival Games. Survival Games, Hunger Games. Kid Selector. Ik kan zeer waarschijnlijk geen kid. Knight, kan ik dat? Ik kan Night Kid. Oké, goed genoeg. Weet je, fuck it. Ik weet ook even niet welke kids je allemaal hebt. Je hebt best wel wat kids, zie ik. Archer, duurzaamheid. Archer heb ik weer niet zo van. Archer hoeft van mij niet. Armor, Meat Master, Knight, Hunter. Ik vind Knight vind ik dan wel goed, weet je. Dan heb ik maar een houten zwaard. Dan weet ik sowieso dat ik damage kan doen. Hier, dus. Oh, fuck. Snel die eruit pakken. Die is volgens mij helemaal... Oh, sukkels. Die is helemaal niet geopend. Ik ben trouwens heel erg aan het kitvielen. Fuck, we moeten meteen weg. Ik zie dat al heel wat mensen worden doodgeslagen. Wat niet echt heel chill is voor mij. Yo, hier heb ik de lekkere armor uit. Nou, laat ik die even aantrekken. Ik moet het wel snel doen. Ik pak meteen al die shit erbij. Ik zie er nu al vrij sterk uit, moet ik eerlijk toegeven. Ik weet niet of ik goede armor nu heb. Volgens mij heb ik wel redelijke armor. Dan heb ik wel redelijke chest. Ik zie hier nog wel chest. Ik pak gewoon die chest ermee. Huppakee. Pak gewoon de stukjes eruit en shit. Deze heb ik trouwens ook allemaal niet nodig volgens mij. Tenzij hier mushroomkoeien gaan rondlopen. Volgens mij niet. Die trekken we aan. En dan is het goed. Oké. Dat is onze eerste enemy. En onze eerste enemy. Kom op. Fuck. Dat ding heeft veel levens. Jezus. Dat duurt lang. Dat duurt echt lang. Jezus Christus. Oké, hij heeft tenminste tarwe. Dus we hebben zijn brood. Kunnen we zo meteen maken. Ik weet niet of je heel veel... Oh, daar is nog een enemy. Kom op, we gaan hem pakken. We gaan hem pakken. We hebben een stenen zwaard. Daar kunnen we aardig wat mee. Ik snap alleen niet waarom ik nu Hunter heb. Maar dat maakt niet heel veel uit. Oh, ik wil jouw iron boots wel hebben, jongeman. Ik wil jouw iron boots wel hebben. Dankjewel. Dankjewel. Volgens mij had die gast net van net een golden apple op. Want echt waar. Jezus Christus, jongen. Ja, die iron boots heb ik nu. Ik heb lekkere stuff, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga wat stuff droppen, denk ik ook. Hier ligt ook nog wat stuff. Ik neem deze wel even voor de zekerheid wel even mee. Voor het geval iemand anders hem nodig heeft, naai ik hem even flink hard. Ik zie hier ook een kist liggen. Ik ken letterlijk de maps niet, dus als ik toevallig een kist tegenkom of een kist voorbij loop, dan ik ken de maps hier niet. Ik ken hier letterlijk gewoon de hele server niet. Oké, we gaan hier even wat spullen droppen. Wat we niet nodig hebben, dat pleuren gewoon even een hoekje. Gewoon echt letterlijk ook de shit die echt gewoon niet niks waard is. Dus als iemand het pakt, eventueel, dan is het niet heel erg. Oké. Nou, we hebben in ieder geval XP-bottles. En die kunnen we ook even meenemen natuurlijk. Kijken of er nog meer enemies zijn. Zo te zien heb ik wel aardig wat shit, zie ik. Ik kan mezelf niet echt meer beter maken of zo. Ik weet niet of je daar met armen in deze shit kan halen. Ik heb 2 kills en nog 6 spelers over. En dan zullen we zien. In ieder geval spelen een paar Hunger Games potjes. Dat is wel de bedoeling tenminste. Want we dan ook gewoon een beetje kunnen testen of het nou leuk is. Want misschien is dit wel een hele leuke map. Of misschien is dit wel echt een krankzinnige rot map, weet je wel. Het kan allemaal. Deze gast heeft een diamond fucking... Hoe? Dinges. Deze een diamond helmet. Die wil ik eigenlijk graag hebben. Hij rent al weg. Je ziet het al. Hupsakee. Oh, raakte ik hem niet? Oh, what the fuck? Daar zijn die koeien dus voor. Lol, dat wist ik niet. Hij heeft een soort van etenshandeltje bij zich. Lollig. Dat wist ik echt niet. Dat het kon. Oké, nice. Maar ik weet zeker dat ik deze dude niet ga pakken, moet ik zeggen. Hij rent veel te snel weg. Moet dit mij afblokken of zo? What the fuck, gast? Kom gewoon. Gast. Die gast rent de hele weg. Ik ga ook gewoon die koeien slaan. Fuck it. Nou, don't care about the cows.
Weet je, we kunnen hem ook gewoon. Oh, daar ging even een koe. We kunnen ze ook gewoon. We kunnen hem ook gewoon doodmaken. Weet je, we fucken deze koeien ook gewoon in. Oh. Laat me zitten, weet je. Flikker op. Ik heb geen zin in jou. Ik ga wel even mijn shit enchanten. Ik enchant wel van mijn borstplaat. Ik hoop niet dat ik eraf word geramd of weet ik voor wat. Natuurlijk word ik geramd. Door. Wat? Een heel, heel groot team. Een team van 3 man. Wat? Waren ze allemaal op zoek naar mij? What the fuck? Oké, dan is die gast die in zijn eentje is, is nu echt de Sjaak. Want dat gaat hij nooit halen. In ieder geval, we liever deze match. Hoe moet dit? The return to the lobby. Oké, 3 seconden tijd. Ik ken werkelijk deze match gewoon niet. Dus ik moet echt heel erg aan wennen aan Hunger Games. Ik moet wel toegeven dat ik de Hunger Games hier leuker vind al dan de Hunger Games van de Cubecraft. Want de Hunger Games van de Cubecraft, dat vind ik maar niks. Dat moet ik eerlijk toegeven, dat vind ik maar niks. Dit is als het goed is ook een survival games. Ik heb volgens mij net City of weet ik veel wat gespeeld. Ik zal wel nu even Kettle, weet ik veel welke map dat is. Ik ken de maps hier niet, maar ik zal wel een beetje opletten. Oh ja, trouwens. Voor het geval niet opvalt. Ik heb mijn naam veranderd in Ben Gewoon Mike. Dus voortaan kan je mij gewoon zien als Ben Gewoon Mike. En niet meer als Groenman. We zijn van die naam af. Ik ga hem missen, Groenman. Ik ga hem zeker weten missen. Maar Ben Gewoon Mike, het valt op. Moet je kijken als je op tab klikt. Je kijkt naar lange namen en je ziet me meteen. Ben Gewoon Mike zie je staan. Dat is nice. En dat is gewoon, het valt op. Dus hartstikke mooi. Ik zie ook een paar Nederlanders joinen, zo te zien. Dennis kapitein. En zo heb je altijd wel nog wat namen. Dus ik, het is bekend in Nederland. Dat is te merken. Dat is graag bekend. Vote yes everybody, then the game starts faster. Zes vote. What the fuck moet ik doen dan? Zes vote. Oh, zes vote. Yes. Oh, op die manier. Oké, okay, dan hebben we ook weer wat geleerd. Dan hebben we ook weer wat geleerd. Dennis kapitein. Hier staat die Nederlander. Of het is een Belg of een Surinamer. Dat kan ook, maar dat lijkt me sterk. Meestal zijn het Nederlanders. In ieder geval, we gaan even een andere kit nemen. We gaan deze keer niet voor die Harvest Those Mobs. Dat is misschien de gast die hij net had. It means it looks like cave, archer, snelheid scouten. We kunnen misschien armor, weet ik veel wat nemen. Ik ben niet zo, ja, beken. Ik denk dat we ook wel genoeg eten krijgen. Als ik het zo zag, hadden we net ook al best wel eten. Volgens mij is die gast een soort van VIP-achtig iemand. Want die gast loopt zijn blok te spacen. Dus zeer waarschijnlijk is hij wel wat speciaals waard. Ik hoop het niet voor hem. Of tenminste, ik hoop het niet voor ons. Oh. Hier zit wel een redelijke stip in. Oh, waarom pakt hij die ding er niet uit? Oh mijn god, Mike, wat doe je? Je wordt meteen hier rondgeslagen. Oh, beter dat ik wel een wapen heb gevonden. We gaan deze gasten verkillen. Kom op. Fuck. Hij heeft heel wat beters dan mij. Oh, hij heeft wel wat damage opgenomen. Ja, dat dacht ik al. Dit ging niet turnaround. Dat zag ik al aankomen. Wat? Nee, niet mij rammen. Alsjeblieft niet. Flikker op. Ja, inderdaad. Pak elkaar. We pakken elkaar maar. Inderdaad, we gaan ook gewoon achter hem aan. Fuck. Hij is zo sterk. Wat? Die gast is zo doodsterk. Dat moet ik eerlijk toegeven. Die gast was echt sterk. Maar dat komt ook gewoon door zijn stone sword. Moet je kijken wat ik had. Een houten bijltje. Daar kon ik letterlijk niks mee, inderdaad. Dat vind ik altijd zo bij, ook bij altijd met Skywars en zo. Het is altijd geluk hebben op je chest. En snel ja, dingen eruit plukken. Want je hebt gewoon niet veel tijd. Moet ik eerlijk toegeven. Dat is, tenminste, ik denk tenminste dat je niet heel veel tijd hebt. Ik ben niet zo heel snel aan het heel snel je chest doorklikken met Skywars gaat het wel. Maar hier een of andere manier heb ik een beetje iets van, oké, okay, het werkt niet helemaal. Misschien ook wel omdat ik in Skywars gewend ben dat er meer loot in je chest zit. We moeten trouwens 6 vote yes doen, dat we gewoon kunnen beginnen, weet ik veel wat. Iemand zei tenminste dat het chat dan dat het dan sneller zou starten. Maar ik zie al dat het binnen 19 seconden start. Dat kan je aan de rechterkant zien. Maar ik denk dat de meeste van jullie dat wel weten. Omdat ja, de meeste van jullie spelen volgens mij wel Hypixel. En ik niet. Dus dat is wel iets. Ik hoop tenminste dat je ook deze minigame leuk vindt. Want dan kunnen we hem namelijk vaker gaan spelen. Dat is tenminste wel de bedoeling van de minigame. Ik ga trouwens afvragen welke kit ik zo meteen zal nemen. Ik denk niet weer dat ik een. Ja, weet je, ik vind een. Ik vind die kit, zeg maar deze, ik hou er wel van. Knight is gewoon van, als je geen wapen hebt, heb je wel iets. Weet je wel, dat is gewoon handig, random. Oh, laten we gewoon random nemen. Laten we gewoon een random kit nemen. Weet je, het is een random video, neem ook gewoon een random kit. Zo dat kijk eigenlijk verandert de hele tijd. Dus misschien hebben we wat leuks. Wie weet, wie weet, wie weet. Ik ben pittig verkouden. Dus dan kan je misschien wel mijn stem horen. Oeh, nice. Oké, okay, snel de stift eruit pakken. Oké. Okay. Ik hoor al mensen vechten. Wie oh wie? Wie oh wie sloeg mij net. Hup, of flikkeren. Pak hem, pak hem. Huppakee, dank je voor je spullen. Weet je, we willen toch graag vechten. Ik doe even veel damage als hem.
Ik heb heel veel betere armor. Ik hoop dat ik hem pak. Vraag me nu wel. Ja, ik pak hem wel. Wat? Oké, okay, moet even oppassen voor die dude. Kunnen we wat aandoen? Nee, oh, volgens mij hebben we de snelheid kit, jongen. Ja, dan zijn we 10 keer sneller dan die dude. Haha, lekker voor je. Met mijn kit zijn we veel een stuk sneller. Ja, dat ga ik niet winnen, man. Ik ging dood. Ik ga het laatste potje doen. Ik ben hier gewoon echt geen ster in. Ten eerste, al die gasten, die focussen elkaar, die pakken elkaar en die kan niks. Die gast was 10 keer sneller dan mij. En ik kan niet met die snelheidskit omgaan. Dat moet ik toegeven. Ik sla te snel. What the fuck ligt hier allemaal? Buskruid en dat soort shit. Ik ben heel gewend trouwens dat je aan lobby's moet wennen. Dat je zeg maar moet wachten. Want dat ken ik natuurlijk van CubeCraft. Ik hoop dat we winnen deze match. Ik denk het niet. Ik ben niet zo heel goed in Skywars. Maar ik vind het wel grappig om te spelen. Al moet ik wel toegeven dat ik al Skywars nog een stuk leuker vind als ik dit zo bekijk. We nemen weer de random kit. Ik denk dat dat het beste is. Weet ik veel. Weet je, ik weet het ook even niet. Als we die snelheidskit maar weer niet hebben. Want daar heb ik echt geen zin in deze keer. Die snelheidskit vind ik niet zo heel. Ik weet niet wat Hunter precies doet. Chaser down your prey. Zeer waarschijnlijk ben je dan vechten sneller of zo in het gras. Dat zou dan best wel eens kunnen. Maar dat lijkt me ook wel dom. Want aan de andere kant, je hebt bepaalde maps waar je helemaal geen gras zit. Dus ja, wie weet. Fuck. Kijk die precies in de chest waar ik in wil kijken. Fuck. Fuck. Hup, lekker op. Dood jij. Of tenminste, dood is hij niet. Ja, ik ga dood. Ik ga dood. Hij doet meer damage dan mij volgens mij. Nee, niet eens. Ja. Nou jongens, ik bedank jullie voor het kijken. Ik bak er gewoon helemaal niks van. Deze gasten zijn veel beter dan mij. Deze gasten weten precies hoe ze moeten spelen. Ja. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Vond je dit toch een leuke video? Laat een reactie achter of iets of welke minigame ik de volgende keer moet gaan spelen. Want dat is nog steeds gewoon random. Want ik gewoon kijk naar de reacties ook aan welke minigame vind ik het leukst. Die pluk ik er eentje uit en die neem ik dan op. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende minigame video. In ieder geval, tot dan. Later.